Dit is kansrijk. Als Heerenveen het goed uitspeelt. Met Larsson. En de redding is daar. We begonnen deze wedstrijd met een andere opstelling dan we gewend zijn. We wilden iets behoudender spelen. En, ik denk dat het in het begin oké, we speelden behouden, maar we kwamen niet echt vooruit. Ja, dan de eerste doelpunt, dat is natuurlijk kwalijk thuis als je in de play-offs zit. Brama geeft mee, daar is Amrabat en die legt hem erin. 1-0 Utrecht. En toen viel die tweede ook weer op een manier die we al dikwijls tegen hebben gehad. Daar komt Ayoub zo! Wat een corner en wat een kopbal van Yassine Ayoub, 0-2. Larsson met de paas, het schot. Ja, dat is wel een hele grote kans. Kikpiri, hij is pas 16 jaar. Op zijn 14e speelde hij al in de A-jeugd van Heerenveen. Zijn officiële debuut. Fantastisch. Als je dan hoort dat je in mag vallen, dat je debuut mag maken, dan gaat er zoveel door je heen, zoveel spanning, zoveel energie. Dat is natuurlijk een prachtige ervaring. Alleen het resultaat dat we dat voorop stellen, dat was vandaag niet goed. 3-1 verloren en dan is het mooi dat je debuut maakt, maar dan heb je toch gemengde gevoelens. Want ja, je wil natuurlijk de wedstrijd winnen. En dat is jammer dat het vandaag niet zo is gelopen. Ja, ik vond onze tweede helft ook goed voetballen, beter voetballen dan de eerste helft. Veel meer energie, veel meer druk ook naar voren. En dan maak ik een goede 2-1. Driemans muur, Larsson met de variant. En het schot vliegt erin. En daar is zijn eerste doelpunt dan. Met een beetje geluk, dat wel, want hij wordt van richting veranderd. Maar Eudegaard scoort. Dan heb ik kans voor 2-2 samen met Sam. Kijk, als die erin gaat, dan staat het zo 2-2, is de hele wedstrijd weer open. Larsson! Nee, de paal! Martso alsnog! Nee, Martso niet! Een minuutje later ligt hij bij ons erin. En, dan weet je dat de wedstrijd wel een beetje gelopen is. En met de hak, ja! Hoe doet hij dat nou weer? Allee! Ik denk als wij de wedstrijd beginnen zoals we de tweede helft zijn begonnen, denk ik dat wij daar een hele goede kans maken als we daar hoog druk zetten. Als we daar volle bak, vol energie, vol druk vooruit druk op ze gaan geven op Utrecht aan het stadion. Ik denk dat wij een hele goede kans maken. Ik denk dat iedere wedstrijd hetzelfde moet benaderen. Of je hier nou had gewonnen of zoals we nu vandaag 1-3 verliezen. Gewoon daar voor onze kans gaan. Ook al is het misschien een kleine kans, maar in voetbal kan volgens mij alles. En we zijn het gewoon verschuldigd ook. Dus we gaan daar 100% ons best doen.